Het begon op haar 15e. Inmiddels is ze 19 en zwaar verslaafd. Verslaafd, ja. Isabelle Hansen uit Nijmegen is een talentvol freestyle skier. En succes komt letterlijk met vallen en opstaan. Inmiddels een lawine aan blessures achter de rug. Nou, ja, knieblessures, enkelblessures, hersenschuddingen. Je kan het opnoemen, gebroken pols, gebroken duim. Skiduim noemen ze dat wel. What the way, no pain, no gain. Maar het eerste wat je vraagt aan de dokter is, wanneer kan ik weer skiën? Zo erg is het. Zo erg is het. In het buitenland, waar ze veel naartoe moet voor de sneeuw, kijkt men verwonderd op van de freestyle skier uit het land zonder bergen. Ja, sommigen vinden het natuurlijk heel raar. Sommigen weten niet eens dat Nederland geen bergen heeft. Isabelle leeft naar de woorden van haar grote voorbeeld C.R. Johnson. Een man die door het skiën in coma raakte, zich terugvocht en uiteindelijk toch stierf op de skis door een noodlottig ongeval. Ja, die heb ik elke dag om, onder mijn skikleren. Ik heb een raar gevoel als ik hem niet om zou doen bij het skiën. Dat is iets dat automatisch elke ochtend om de nek gaat.